Het schoolvervoer van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur wordt vanaf morgen hervat. Het achterstallige geld van december 2022 is volgens Antonius Pokkie, voorzitter van de organisatie van bus- en boothouders, vandaag overgemaakt naar de bankrekeningen van de leden. De overmaking liet lang op zich wachten, omdat de centrale bank nog geen fiat had gegeven aan de Surinaamse Postspaarbank om de gelden over te maken naar de OBS-leden. Naar zeggen van de OBS-voorzitter zijn er duidelijke afspraken gemaakt met de autoriteiten over de betaling en hij benadrukt dat iedereen zich aan de afspraken moet houden. Dus tot nu toe de berichten die ik zie via de appgroep, dan zit er prima. Maar dan begrijpt u, januari is voor iedereen een lastige maand, maar voor ons was het een beetje extra lastig vanwege het feit dat wij dus in januari direct werden geconfronteerd met BTW, waarbij dus de brandstofprijzen omhoog zijn gegaan. Dus dan begrijpt u dat het extra belasting is voor de leden. En toen hebben wij dus als organisatie de afspraak gemaakt met de leden van luister 23, dat is maandag, dus jongstleden, dan is het overmachtssituatie voor ons dat we zeggen, houd dus in, zij die de mogelijkheid hebben om te rijden, ze kunnen tanken, die zijn dus niet uitgesloten. Ze mogen. Maar zij die niet kunnen, dan begrijpen we ook dat geen ijzer met handen breken. Dan blijven die bussen in de garage en die boten aan de ketting. Want het gaat uiteindelijk om bus- en boothouders. Dus dat het kan gebeuren. Gisteren hebben ze niet allemaal kunnen rijden, een deel werd. Vandaag ook hetzelfde beeld, maar je begrijpt, hoe verder wij gaan, hoe meer bushouders, bus- en boothouders dat uitvallen. En vandaag zijn we weer op pad gegaan, contact gemaakt met de autoriteiten. Pokkie verzekert dat het werk morgen weer zal worden opgepakt, omdat de meeste leden tot vanmiddag 4 uur reeds hun geld hadden ontvangen. Dus tot nu toe, de berichten die ik zie via de appgroep, dan ziet er prima uit wat de Finabank zie ik al. De meeste bushouders zijn dus van de Finabank hoor. En Finabank is al gestart. Godo is ook al gestart, VCB is al gestart. Dus als ik zo kijk naar de trend, dan denk ik dat wij dus morgen normaal op de weg en op het water zullen zijn. Dorothy Hoever, onderdirecteur transport van het ministerie, bevestigt de overmaking van de gelden aan de bus- en boothouders. Volgens haar is de late overmaking niet de schuld van het ministerie van Onderwijs.